Een goede morgen. Het is weer het is dinsdag. Trainingsdag 2. Dus ik kan al raden wat ik als ontbijt heb. Het is een bak met Griekse yoghurt, havervlokken en 2 eitjes. Waar het eigenlijk heel naar mevrouw van Puffelen gaat. Dus. Ja, ik ga weer lekker trainen. Ik ga nu deze partij doen. Plus armpjes. En ik weet niet of het droog blijft. Het is nog hartstikke donker. En, ik ga even eten, want ik wil zo snel mogelijk naar de sportschool. Ik heb er gewoon weer zin in. Het is dinsdag, dus buikspierendag. Nou, oké, ik zie jullie later. Een goede middag. Ik ben alweer terug van trainen. Nou ja, al terug. Ik heb vanaf 9 uur getraind. Dus er zijn een aardig aantal uurtjes. Ik heb nu mijn rug gedaan. Ik heb een ontzettende spierpijn in mijn hamstrings. Van gisteren net 45 minuten fietsen. Het tikt er toch wel aan hoor. Ik heb vandaag 30 minuten gefietst. En ik heb 30 minuten gelopen. Ja, nou, ik krijg nog uitloop, dus 35 en 35. Ik heb weer mijn schouderpartij gedaan. Mijn rug. Mijn chest, dus ik heb de hele bovenkant weer gehad, met biceps. En ik ben gewoon flink moe. Dus ik ga vanmiddag even fietsen. Ik neem mijn cameraatje weer mee. En dan er staat wel wat meer wind dan gisteren. Maar het is nog steeds droog, dus laten we het daarop houden. Nou, ik ga even eten. Oh, ik heb een... Ik heb een salade van Robbie. Heb ik met tonijn, witte kaas, oftewel feta kaas, sla, rucola, sla, rucola, tomaat en komkommers. Het was gelukkig geen oude komkommer, want dan was het een kwam-kwammer geweest. En een klein beetje heet in de pinch om een beetje te herstellen. Ik heb al creatine op. Dus, het schijnt het beste te werken na je workouts. En, nou, ik heb er weer 5000 verbrand vandaag. Nou, ik ga nu even eten en zie je later. Zo, goedemiddag. We zijn weer aangekomen bij... Wat eten we vanavond? Nou, we eten vanavond couscous. Huh? Ja, ik mag helemaal geen couscous hebben. Maar, nou heb ik een recept gevonden. Dat je net van bloemkool... Je kan van alles van bloemkool maken. Pizza, rijst. Maar ik maak er vanavond couscous van. Dus we krijgen bloemkool couscous met kipreepje en met hangreepjes. En ik heb er zelf nog een kippenpoot bij gedaan. Want ik wil wel een beetje vlees hebben vanavond. Ik heb al 2 dagen geen vlees gegeten. Zondag vis, gisteren geen vlees. En nu wil ik er vlees bij hebben. Dus. Nou. Wat hebben we nodig? Oeps. We hebben nodig. 1 bloemkool. En sinaasappel. De schil wordt geraspt en gebruikt. En het sinaasappelsap. We hebben... Komijn,
zaad nodig, komijnzaad. Een flinke teen knoflook. Een bosuitje of een lenteuitje. En ja, het woord voor scribbel, granaatappelpitjes. Ik heb ze in een potje gedaan, want anders waren ze misschien al gedaan. Het hele recept staat, ja, en ik blijf het herhalen, roberswereld.nl/wordpress2. Dus, anders waren ze wel eens een keertje een bordje. Maar daar kunt u het hele recept vinden. Het is een eenpersoons recept. En ik gebruik dus maar een kwart van de bloemkool. Die gaan in roosjes en dan gaan ze de keukenmachientje in. En dat moet net zo groot als een couscouskorrel. Dus couscous. Ik ben dan wel gek op dat Mediterraanse eten, maar ja, door koolhydraatarm te eten mag je dat allemaal niet hebben, dus nou weet ik hoe ik het maak. Dus nou, ik ga even koken. Oh, we zitten weer aan tafel. Ja. Wat heb ik gedaan vandaag? Nou, getraind en gefietst, 18 kilometer. Dus ik kwam weer over de 5000 calorieën die ik verbrand had. En mag ik wat extra eten? Nee hoor. Ik ben namelijk gek op couscous. Dat was ik. Ik leerde het ook wel van, maar daar word ik al gek van. Maar in ieder geval, ik... En ik mag het niet eten, omdat ik een koolhydraatarm dieet heb. En nou zag ik een receptje. Couscous van bloemkool. Nou, je kan er al pizza van maken, je kan er al broodjes van maken, heb ik al gezien. Dus, nou heb ik er een couscous van gemaakt. Dus. Ik zal het u even tonen. Couscous van bloemkool. Er zit in mandarijnen, sinaasappel, rasp en sap. De rode pitjes zijn de pijnboompitten. Pijnboomappelpitten. Nee? Ja, granaatappelpitjes. Het zijn woorden voor dinges. Er zit strookjes ham door. Er zit peterselie door, sinaasappelsap. Eigenlijk is het een koud ding. En dat kan je eigenlijk ook zo voor de lunch gebruiken. Omdat ik 2 dagen geen vlees heb gegeten, was ik wel in toe aan vlees. Dus ik heb weer een stuk kip erbij. Maar hier zit een knoflookje. Ah, er zit weer een knoflookje door. Ja, er zit een knoflookje door. En... komijnzaad en dat moest je even roosteren, dus maar ja, dan moet je bijblijven. En ja, ik heb een zieke kat geloof ik, die vanmorgen dat ik thuis kwam had ze overgegeven. Maar ja, het kan ook door het weer wezen, al hier zit hier constant 20 graden. Dus ja, nou, ik las in de krant met dat, ja, ik ben een milieuactivist. En dan las ik dat Dijksma van de PvdA, ja, die is nou minister van, ik moet erom lachen hoor, dat mensen zo dik als een koe. Dus Koe Dijkstal, die wil terug naar 1,5 graad verwarming. Dus dat de aarde opwarmt. Nou, als zij een schedel had met die een koe, als die een schedel had met die methaangassen, dan is het al 1,5 graad warmer. Dus als ze nou eens een keertje gaat afslanken, dat dikke wijf,
dan vind ik het helemaal best. Ja, je zal wel weer denken, en daar heb je hem weer met de PvdA. Nou, ik zal niet rusten voordat ze op nul staan. Dus, nou, ook met die schilderijen. Koen is er geweest. Ja, ja, wat moet ik met die mensen? Ja, ik kan er niet overheen. He? Bertje Koenders. Nou, een dildo in zijn reet. Wat een eikel. Ja, dat is mijn ongezouten mening. En daar stond er ook in de krant dat mensen meer discrimineren op mensen van islamitische afkomst, oftewel moslims. Er worden meer gediscrimineerd. Dat vind je raar. Met die aanslagen. En dan roepen, ja, dat is niet mijn islam. Gaat heen. Islam is islam. Hè? En, nou ja, ik zal wat verder niks zeggen. Anders word je nog een keertje opgepakt wegens haatzaverij. Maar, nee hoor, volgens mij mag je ze allemaal dan, hè? Nou ja. En nou ook die mislukkers. Die doen een trein gegijzeld hebben en kinderen. Willen ze nou de twee die geëxecuteerd zijn? Er is niemand geëxecuteerd. Moet je me niet bewegen als je onder schot wordt gehouden. Oh, wat zeg ik nou. Maar nee, die willen nou van de staat willen ze een vergoeding. Nou, dan willen wij van al die kinderen die daar gezeten hebben, willen wij een vergoeding van die mislukkers. Zo de mieter op. Het spijt me wel hoor. Mafkezen. En van alle Duitsers willen wij, weet je, heel Nederland een tegoedkoming van al onze fietsen en rembrandjes die gestolen zijn. Van die Joodse mensen. Gaat heen. Dus. Nou, ik ga eten. Ik word alleen maar boos. En hoeveel kan ik de verwarming uitzetten? Dus, ik verlies niet mijn temperament. Maar ik ga even lekker eten van mijn couscous. Dus. En ik wens u een prettige avond en tot morgen.